Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zaterdag 7 december. Het is bewolkt in Nederland en er valt hier en daar ook nog wel een buitje. Vanmiddag blijft het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog. De temperatuur die ligt zo rond de 8 graden en er waait een matige wind uit het westen of zuidwesten. Aan zee is de wind af en toe krachtig. Vanmiddag kan hier en daar de zon eventjes doorbreken, maar de bewolking blijft wel overheersen. De temperatuur loopt op en het wordt 9 of 10 graden. De westenwind blijft gewoon doorstaan. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn de wolkenvelden met hier en daar een enkele opklaring en de temperatuur doet weinig, het wordt een graad of 7. Later in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking verder toe en gaat het regenen. En morgenochtend regent het dan in Nederland. Die neerslag die trekt naar het oosten weg en vanuit het westen wordt het s'miders geleidelijk aan droger. De temperatuur ligt dan tussen de 10 en de 11 graden, maar er kunnen ook weer een aantal buien ontstaan. Maandag is het onstuimig, vooral aan zee kan het hard of zelfs stormachtig waaien. De temperatuur ligt smiddags rond de 8 graden en er vallen diverse buien. En ook de dagen erna blijft het wisselvallig weer, maar de zon die laat zich wel iets vaker zien. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.